We hebben voor Nemo gekozen omdat het ten eerste een schitterende locatie is. Een heel mooi architectuurontwerp van het museum zelf. Maar als je hier binnenkomt, heb je echt een hele mooie zaal waarin je kunt presenteren. Die precies groot genoeg is voor het aantal mensen wat vandaag aanwezig is. Ja, dank je. Goedemorgen allemaal. Ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is dus Dominique. Ik ben Head of Impact bij Adyen. En dat betekent dat ik kijk naar hoe we jullie, hoe we retailers, hoe we onze klanten kunnen helpen om een sociale of environmental impact te kunnen maken. Dus wereldwijd gaat 1/3 van al het eten wat geproduceerd wordt, gaat de prullenbak in. Dus als er 3 koeien in de wei staan, wordt 1 van die 3 koeien voor niets geslacht. Heel veel mensen kennen ook wel bij naam, maar weten eigenlijk niet echt dat het heel vaak onderliggend is bij bedrijven. Het gaat over circulair en het gaat over industrialisering. Het gaat ook over de arbeidsomstandigheden van mensen in de landen waar het geproduceerd wordt. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Geef de gasten nog een hartelijk applaus. Nou, het is altijd interessant om te zien hoe de verschillende retailers omgaan met de duurzaamheid. En ook vanuit België, hoe ze daar mee omgaan qua het zelf opzetten van windenergie. Ik ken de partijen allemaal, dus het is wel leuk om te zien dat we aan tafel zitten met Sander Schimmel en ik. Die dat trouwens onwijs interessant leiden. Ik denk allemaal dat grote partijen, en dan denk ik aan bedrijven van het formaat IKEA, H&M, dat die een voortrekkersrol moeten vervullen om de consument aware te maken. En dat de overheid een rol zou moeten spelen in het maken van distributiepunten, zodat niet meer met al die busjes van deur naar deur gereden hoeft te worden.